Ik heb. Ja, goedemorgen allemaal. Wat een eer om hier te mogen zijn als Hollander. Dus erg op prijs gesteld. Mijn naam is Bob de Wit. En zoals de spreker al zei, ik kom uit het strategievak, dus ik kom helemaal niet uit de zorg. Ik ben al heel lang, 30 jaar, ben ik verbonden aan universiteiten en business schools. En daar doseer ik. Ben ik hoogleraar strategie en leiderschap. En wat het eigenlijk betekent is dat ik me bezighoud met de toekomst. Ik probeer de toekomst te begrijpen door allerlei zwakke signalen op te pakken en vandaag daarover na te denken. En dan komt er een toekomstvisie uit. Dus dat doe ik al heel erg lang. In mijn vakgebied, maar dat is een heel klein vakgebied van strategen, academische strategen wereldwijd, kennen ze me wel. Ik heb namelijk een boek geschreven, dat is deze, ik zal hem heel even laten zien. En dat is een boek wat voorgeschreven wordt op universiteiten en business schools, nu in 75 landen. Dus geloof ik de één na grootste van de wereld. Dus mijn naam kennen ze wel in dat kleine gebiedje. In China hebben ze zelfs het boek vertaald, een ander boek weer vertaald. En uitgeroepen tot een, hoe staat het ook weer? Een Business Administration Classic. Dus dan weet u een beetje uit welke hoek ik kom. Dus ik kom helemaal niet uit de gezondheid of zo. Het was eigenlijk wat ik dus veel doe, is de toekomst begrijpen. En dat was eigenlijk in 2011, toen er voor het eerst bij mij iets begon door te dringen, er gaat iets gebeuren. Dat was in de tijd, werd er een boek verschenen van Jeremy Rifkin. En die had een boek geschreven, The Third Industrial Revolution. En er komt er eigenlijk op neer dat, je hebt het industriële tijdperk. We hadden eerst stoom en toen olie en nu krijgen we computers. Daar kwam het eigenlijk Jippie Janneke een beetje op neer. En vanaf dat moment had ik al een gevoel dat er iets niet klopte. Dat was een soort intuïtie. Ik wist niet zo goed wat dat was. En op een gegeven moment moest ik in 2015 een oratie gaan maken. Een publieke lezing, zeg maar. En tijdens het schrijven kwam ik erachter wat nou eigenlijk dat niet-pluisgevoel van mij was. Die intuïtie. En dat zie je ook op de titel van mijn oratie. Hier is die. Dit is uitgesproken in 2017. En dat heette ook aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie. Wat dus eigenlijk zoveel wil zeggen, dat wat Jeremy Rifkin zei van, we gaan een nieuwe golf, maar de samenleving blijft hetzelfde. Ja, eigenlijk vanaf dat moment zei ik van, dat gaat gewoon niet gebeuren. Het is veel fundamenteler. En met name door een aantal technologieën, zoals robotica en kunstmatige intelligentie. En met name ook de combinatie daarvan. Dus dan krijgen we in 2030, zijn we zover dat we intelligente robots krijgen. Dus kunstmatig intelligent leven die de mens voorbij is. En we gaan ook vanaf 2030 gaan we die intelligentie combineren met mensen. En dan krijgen we dus ook wat we noemen cyborgs, mensen met een IQ van 300. Dat is een heel fundamenteel ding. Dat is ook het belang van die agenda 2030. Want dan gaat het eigenlijk beginnen van wie moet dat eigenlijk gaan doen. Dus vanaf 2015 gaf ik in de hele wereld allerlei verhalen. Dit is dan een verhaal, ik kun je niet lezen daar vandaan, maar dit was dan in Latijns-Amerika gaf ik een verhaal. En ik zei tegen mensen, dames en heren, we staan aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie. En iedereen keek me aan zo van, ik weet niet waar je het over hebt, maar ik zie helemaal niks gebeuren. Dus ze vonden wel dat ik leuk vertelde, maar verder daar hielden we een beetje mee op. En ja, toen ben ik vanaf dat moment ben ik gewoon aan het wachten geweest van wanneer gaat het nou een keer gebeuren. En want ik zag gewoon dat er een aantal ontwikkelingen waren waardoor de samenleving zelf gaat veranderen. Maar ja, wanneer het ging beginnen en waarom wist ik niet. En toen was het voorjaar maart 2020. En toen was er, zoals je weet, een intelligente lockdown. En toen dachten mensen van, dit is een gezondheidscrisis. En mijn hypothese was, dit zou wel eens begin kunnen zijn, wat ik al een paar jaar verwacht. Namelijk het begin van een maatschappelijke revolutie. Dat ben ik gaan testen. Zo gaat het in de wetenschap. Dan moet je jezelf falsifieren, zoals dat heet. En dat heb ik een aantal publicaties gemaakt. En ik weet nog, de eerste was op basis van de uitspraak van de WHO. Dat de IFR, dus de infection mortality rate, zeg maar de mortaliteit van COVID, was 3,4%. Nou, daar ben ik maar eens even gaan narekenen met een collega van mij. Dat is een hoogleraar metodologie. Die is echt geniaal met cijfers. Dat heet in de wetenschap Four Eyes Principles. En we zijn het gaan narekenen en binnen 2 weken kwamen we niet verder dan 0,23%. Nou, dat hebben we toen gepubliceerd op LinkedIn en ik werd er gelijk afgegooid. Ik dacht van volgens mij ben ik wel op de goede weg. En zo heb ik nog een paar van die dingen gedaan. Ik heb een beetje achtergrond gedaan naar wie nou eigenlijk de baas van de WHO was. Dat weet je waarschijnlijk ook wel. Heb ik gepubliceerd, werd ik weer afgegooid. Ik ben dus meer dan 5 keer afgegooid en voor altijd. Dus ik ben wereldkampioen. En toen dacht ik van,
Ja, het is wel een interessant ding. Want kijk, die platforms, dat is eigenlijk een sociale infrastructuur. En dat wordt nu gedomineerd door monopolisten die alleen maar geld willen verdienen. Dat is een van de grote dingen die moet veranderen. Op basis daarvan werd ik veel gevraagd voor interviews. Een aantal van jullie hebben dat ook wel eens gezien. Jorn Luca nog gedaan en Marlies Dekkers en Blackbox en Café Weltschmerz en heel veel dingen gedaan. Patrick Koopmans voor de militairen. Dus eigenlijk was ik binnen 3 maanden, hiervoor was ik alleen maar een klein beetje bekend in mijn eigen vakgebied. Maar binnen 3 maanden was ik gewoon een HKBBN'er. En een heel klein beetje bekende Nederlander. En toen dacht ik, nou volgens mij is dit wel een moment om af te maken waar ik al een tijdje mee bezig ben. Want namelijk na die oratie ben ik gaan schrijven aan het boek. Ik dacht, het gaat een keer beginnen, dus wil ik een boek over schrijven. Toen ben ik naar mijn favoriete schrijfplek toe gegaan. Dan moeten we weten, kijk, heel veel mensen denken dat schrijven leuk is, maar dat is niet zo. Want je moet echt naar een saaie plek gaan zitten, waar niks gebeurt. Snap je wat ik bedoel? Want ik hou van een feestje, dus je moet echt naar een plek waar niks gebeurt. Hè? Gewoon saai. Dus ik naar Bonaire en... Dit was overigens een grapje, maar goed, laat me zitten. Bonaire is een tropisch eiland, maar goed, maakt niet uit. Ik ben Rotterdammer en Rotterdammers denken ze leuk zijn, dat is het probleem. Dus daar ben ik verder gaan schrijven aan het boek. Dat heb ik aan het eind in december 2020 gepubliceerd. Het heet Society 4.0. Dat is deze. Toen werd het heel druk met allerlei verzoeken van mensen om eens mee te denken over de toekomst. Daar ga ik zoiets over zeggen. Daar is inmiddels ook een Nederlandse vertaling van gemaakt. En ze zijn nu bezig met een Turkse vertaling en we zijn met een aantal andere vertalingen, dus het gaat wel behoorlijk los. Dat betekent eigenlijk wel dat mensen denken dat dit wel de goede kant is. Wat we ook hebben gedaan is weer op basis van heel veel vragen die er kwamen, hebben we daarna een regiogids geschreven. Daar ga ik in deze zomer een tweede editie van maken, wat uitgebreider. En dat is eigenlijk een soort handleiding als je nou een autonome regio wil worden. En daar ga ik zo nog iets over zeggen, hoe doe je dat dan eigenlijk? Dus dat is waar we staan. En we hebben een coöperatie opgericht om dat voor elkaar te krijgen. Nou, wat is nou eigenlijk mijn belangrijkste verhaal en hoe ben ik er zo toe gekomen? Wat ik al zei, ik vermoedde namelijk vanaf 2015 dat we gewoon naar een hele andere maatschappijvorm toe gaan. En waarom is dat? En dat is omdat een maatschappijvorm is altijd georganiseerd volgens de belangrijkste bron van economische waardecreatie. Nou, dat klinkt een beetje academisch, maar betekent eigenlijk hetgene waar je het meeste geld mee verdient, daar wordt een maatschappij opheen gemaakt. En dat is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Dus ik ben in de geschiedenis gaan kijken. Ja, en dan zie je dus dat er een aantal keren zijn we in een periode geweest zoals nu, tussen 2 tijdperken. En daar heb ik dan van geleerd en opgeschreven in het boek. Society 1.0, dat was een samenleving, dus bijna 3000 jaar heeft dat plaatsgevonden, in Europa althans. Dat was een samenleving waar de enige manier om economische waarde te creëren, dus geld te verdienen, was door agrarische producten te verkopen. Het was dus een agrarisch tijdperk. En die tijd was het zo, als je heel veel land had, ja, dan was je heel rijk en was heel machtig. En had je geen land, ja, dan was je arm en machteloos en dan moest je maar zorgen dat je de volgende dag haalde. En dat is 3000 jaar was dat het geval. Dan moet je je voorstellen, 3000 jaar wisten mensen niet anders. De enige manier om een samenleving te maken is door de besluiten te laten nemen door mensen die land hebben. En dat ging zelfs tot de Grieken door. Hè? Plato bijvoorbeeld. Plato heeft gezegd, de enige manier, die ideale samenleving, is dat de aristocratie, die is de baas, die neemt de besluiten, die zijn geletterd, die zijn verstandig en die hebben macht. En die moeten de besluiten nemen. En de andere mensen moeten maar volgen. En die koning, want dat was het meestal, die is afgevaardigd door God om goed te zorgen voor de mensen. Zo is dat 3000 jaar lang zo geweest. He, dus 3000 jaar, een hele tops-down samenleving, dat noemen ze een feodaal tijdperk, met een kleine groep mensen die bepaalden voor de rest van de samenleving wat er moest gebeuren. En toch kwamen de scheurtjes in dat systeem, na 3000 jaar. En Nederland, waar ik vandaan kom, maar ook een deel van Vlaanderen, die zijn heel belangrijk geweest in die tijd. En dat had te maken met onze ligging. He, Nederland, Vlaanderen ook, ligt heel goed zowel naar het land toe, voor het achterland in Europa, ook aan het water. Niet waar? We hadden een maritieme traditie. En wat er steeds meer gebeurde, is dat daar weer gehandeld werd. En de handel werd relatief veel belangrijker. En er waren al handelssteden, zoals Rotterdam, Amsterdam, Enkhuizen, nog een aantal handelssteden. En daar waren eigenlijk, die landeigenaren, die hadden niks meer te zeggen. Het waren vooral de handelaren die daar aan de macht kwamen. Dus die landeigenaren, die reden door die stad heen met hun koets, heel deftig. Maar ze hadden niks meer te zeggen.
Dus je zag al dat in die handelssteden kwam er een verandering. En op enig moment, en dat was op 26 juli 441 jaar geleden, dus dat is bijna over drie dagen, 441 jaar geleden, hebben we de Nederlanders, de Nederlanders, ook een deel van Vlaanderen, hebben tegen de koning Philips II van Spanje gezegd van, bedankt voor de bewezen diensten, we gaan het lekker zelf doen. Dat was het plakkaat van Verlatingen. En het plakkaat van Verlatingen was dus eigenlijk de onafhankelijkheidsverklaring van de koning van Spanje. Je moet zich voorstellen, dat was nog nooit gebeurd. Er zijn mensen die zeggen van, nou, we gaan jou verlaten, we gaan het zelf doen. Dat was het begin van een onrustige periode. Want in die tijd was het zo, met het plakkaat van Verlatingen, waar de mensen zeiden van, nou kunnen we eindelijk een echte goede maatschappij gaan bouwen voor iedereen. Maar er waren ook mensen die zeiden van, nee, dat kan niet. Want die koning die moeten we echt hebben, want die komt van God. Dus we kunnen het niet wat anders gaan doen. Dus er was een hele onrustige periode met polarisatie tussen mensen. Toen hebben we eerst nog gezocht naar een andere koning, in Engeland bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook niet gelukt. En toen 7 jaar later was de oprichting van de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. En een republiek is een totaal andere maatschappijvorm. En dat is een maatschappijvorm waarin als je eerst zeg maar, koning Philips II eruit flikkert. En vervolgens waren er een aantal burgers die stonden op en die zeiden van, we gaan het nou anders doen. Dus je ging van een top-down samenleving ging naar een bottom-up samenleving. Dat waren overigens vooral gegoede burgers. Hè? Nog niet alle burgers, maar het was wel. Burgers stonden op en die organiseerden van alles. Zoals onderwijs en gezondheidszorg en armenzorg en allerlei dingen die wij publiek domein noemen. Was geen overheid, maar werd gedaan door gegoede burgers. En bijvoorbeeld ook een aantal religieuze organisaties. Die namen hun verantwoordelijkheid en die namen de maatschappij mee, zeg maar van de bottom naar up. Nou, dat is dus van top-down naar bottom-up. Ook tijdens die republiek zijn er verschillende momenten zijn er geweest waarin er een botsing is geweest tussen die twee maatschappijbeelden. Dat weet ik heel toevallig vanwege mijn eigen familieachtergrond. Maar op enig moment, dat heette dan het rampjaar, toen zijn de gebroeders de Wit vermoord. En dat was gedaan door de orangisten, zoals ze dat noemen. Dus waren de mensen, hè, dat ging niet zo goed, want er was een recessie en er werden aangevallen door de Britten en de Duitsers en de Fransen. Toen waren een aantal van die aristocraten en die zagen dat ze als een great opportunity, hè, om even de macht terug te pakken. Daar kwam het op neer. Het is niet gelukt, maar ik geef het als voorbeeld. Hè, toen zijn wel Johan en Cornelis de Wit vermoord. Dus mensen gaan daar heel erg ver om die maatschappijvorm op te gaan leggen. Nou, dat heeft een hele tijd geduurd. En toen ook de republiek werd opgericht, waren er ook mensen die geloofden helemaal niks van dat het kon werken. Vergeet niet, 3000 jaar lang hadden ze gehoord hè, van Plato en 3000 jaar ervaring. De enige manier om te doen is top-down samenleving. Dus die landeigenaar, die aristocratie, die zeiden ook tegen die mensen, denk je nou echt hè, in de republiek, denk je nou echt dat een stelletje boeren en zouthandelaren en vissers en de markkooplieden een land kunnen besturen? Ze geloofden het gewoon niet. Nou, zoals je weet, dat was het begin van de Gouden Eeuw. Dus die zouthandelaren konden het prima. Ja, maar eigenlijk is al die tijd is er onrust geweest en ongeloof dat het zou kunnen werken. Nou, dat heeft weer geduurd tot, ja, er kwam weer wat. Weer zo'n verandering van maatschappij. En dat kwam door de uitvinding van de machine. De allereerste machine in de wereld was Spinning Jenny. Een door stoom aangedreven spinnenwiel in Engeland. Hè, daar is het begonnen. Dat noemen ze de Industriële Revolutie. En vanaf dat moment kwam er weer een andere vorm van economische waardecreatie. En dat was massaproductie. Nou, 1 machine verandert niks, 2 ook niet, 100 ook niet, 1000 ook niet. Maar je zag op een gegeven moment waren er grote fabrieken met industriële massaproductie. En dat werd zo langzamerhand belangrijker dan handel. En dan kregen we ook weer zo'n moment. Ja, we hebben een maatschappij gemaakt om de handel te bevorderen. Maar de belangrijkste economische waardecreatie is industriële massaproductie. Nou, dat was dus die industriële revolutie. En in het begin van die industriële revolutie waren ook allemaal mensen zoals ik, hè, van die denkers, van die schrijvers, van die filosofen. Die gingen nadenken, ja, wat is nou eigenlijk de beste vorm van een maatschappijvorm in de industriële samenleving? En er waren mensen die zeiden van, nou, we moeten kapitalisme worden. Anderen zeiden socialisme of communisme, leninisme, en marxisme, weet u nog? Allemaal van die ismes. Dat waren van die mensen die zaten na te denken, ja, wat is nou de beste vorm? Overigens, ook in die vormen waren weer andere mixen van top-down en bottom-up. Hè? Bijvoorbeeld communisme was weer top-down. Hè? Dus dat nadenken kwam toch weer terug over bottom-up en top-down. Uiteindelijk weten we wat het beste heeft gewerkt in de industriële samenleving. Je zag ook dat verschillende landen andere keuzes hebben gemaakt. Hè, bijvoorbeeld Rusland heeft destijds een andere keuze gemaakt dan China.
heeft weer andere keuze gemaakt dan Engeland, heeft weer andere keuze gemaakt dan Nederland en België. Dus de verschillende landen, die wisten het niet zo goed wat nou werkte. Dus ze hebben allemaal hebben een bepaalde keuze gemaakt op basis van toevallige omstandigheden. We weten achteraf wat werkt. De succesvolle industriële landen, dat zijn landen geweest die op een of andere vorm een balans hebben kunnen vinden tussen twee belangrijkste factoren in het industriële tijdperk. Dat was aan de ene kant aan de rechterkant voor jullie, kapitaal. U kunt zich voorstellen, voor het opbouwen van fabrieken en het bouwen van machines is heel veel kapitaal nodig. Veel belangrijker dan daarvoor. Dus kapitaal werd relatief belangrijk. Dus dat is de ene factor. De andere factor was, in die grote fabrieken, en mensen moesten aan de lopende band gaan werken, dat was de eerste keer dat volledige werkgelegenheid een haalbaar streven werd. Dus arbeid werd ook een factor. En dat vertaalde zich zowel in de politiek, maar bijvoorbeeld ook in de vakbonden en zo. Die probeerden hun belang veilig te stellen. Dus je zag zo langzamerhand dat de twee factoren waren arbeid en kapitaal. In de politiek bijvoorbeeld, in Engeland heb je een tweepartijenstelsel, niet waar? Labour aan de ene kant. En Tories aan de andere kant, dat is kapitaal, niet waar? Dat is het oude geld. Je had Amerika, Democrats, Republicans. Dus iedere keer ging het over de balanceren tussen links en rechts, arbeid en kapitaal. In Nederland hebben we het weer anders gedaan uiteraard. We hebben wel een Partij van de Arbeid, niet waar? Daar zegt het al. Aan de ene kant Partij van de Kapitaal, dat doen we een beetje anders. Met allerlei partijtjes ertussen. En dan gingen we naar de stembus en dan ging een beetje centrum links en centrum rechts en centrum links en centrum rechts. En het denken in links en rechts, dat bleef maar bestaan. En tot nu toe blijven het nog steeds bestaan, terwijl dat eigenlijk de factor gewoon niet meer is. We zijn nu uit dat industriële tijdperk. Als je kijkt naar de grootste bedrijven ter wereld, daar zit niet één industrieel bedrijf meer tussen. Er zit geen één Siemens meer en Philips en zo, die zitten er allemaal niet meer tussen. Als je kijkt naar de grootste bedrijven ter wereld, economische waardecreatie dus, geld verdienen. Dat zijn eerst allemaal techbedrijven, niet waar? De Facebooks en de Googles en de Amazons en zo van de wereld. Dan heb je Big Finance, Berkshire Hathaway en die andere zal ik maar niet noemen. Een aantal van die Big Finance. Dan zit je ook Big Pharma, staat ook in die top 10 en Big Food. Dat zijn de grootste economische waardecreaties. En daar is arbeid helemaal geen factor meer. En dat betekent dus dat te balanceren tussen links en rechts via een partijenstelsel werkt gewoon niet meer. We moeten een hele andere vorm gaan vinden voor democratie. Dus we zitten echt in die overgang van een industrieel tijdperk naar een of andere vorm van een digitaal tijdperk. Waarin de factoren heel anders zijn en eigenlijk een hele andere samenleving moet worden ingericht. Daar zijn we naar onderweg om een visie te maken op hoe ziet zo'n toekomst er even uit. Wat is nou kenmerkend voor een periode tussen twee tijdperken? Dat hebben ze een paar keer eerder bekeken, heb ik bestudeerd hoe dat ging. Het was altijd zo dat als je uit het ene tijdperk gaat en je bent iets nieuws aan het bouwen, dan zijn er andere mensen die zien het gewoon niet. Soms denk ik ook, hoe is het mogelijk dat je het niet ziet, maar goed, ze zien het gewoon niet, weet je wel. Dat heb je ook wel eens mensen na de oorlog, die zeggen van, oh, is er oorlog geweest, weet je wel, zo ongeveer. Dan heb je mensen die zien het wel, maar die houden er niet van, die worden er angstig van. Dus die willen het niet horen. En die willen bevestigd worden dat het eigenlijk wel goed komt. Dat is ook een groep altijd geweest. En dan heb je een groep geweest die willen gaan bouwen. Die zien het wel en die zijn bouwen. Daar ben ik er dan één van natuurlijk. En je hebt ook altijd mensen die zien die onzekerheid als een great opportunity om eens eventjes hun eigen wil op te gaan leggen. Dat heb je ook altijd. Mensen maken er misbruik van. Altijd zo geweest. En met name de bestaande machthebbers. Dus de machthebbers in het vorige tijdperk. Dat zijn de laatste die het zien, dat er iets moet veranderen. Ze zijn de laatste die het belang bij hebben. Dus die blijven het langste doorgaan met het oude, normaal vinden. Bestaande machthebbers zijn nog nooit zelf weggegaan. Nog nooit. Er is gewoon een keer een moment dat we zeggen, we zitten in een overgangsperiode. We gaan nu over naar Society 4.0. We gaan het anders doen. We hebben een visie daarvoor gemaakt. En op enig moment moeten we gewoon tegen de bestaande machthebbers zeggen, net als tegen koning Philips II, hartelijk dank, we gaan het lekker zelf doen. En wat wij hopen met onze Society 4.0, is zoveel mogelijk een visie neerleggen. Mensen enthousiasmeren, motiveren om boven die crisis uit te stijgen. Weten in welke tijd we zitten. Mensen mobiliseren. En op een gegeven moment z'n allen zeggen, oude machthebbers, we gaan het lekker zelf doen. Dat noemen we dan een fluwele revolutie. Het is een revolutie, want je gaat echt in één keer naar een andere samenleving toe. Alleen zonder schietgeweld en oorlogen en gedoe. Een beetje soepeltjes, dat noemen we dan een fluwele revolutie. Dat is eigenlijk waar wij mee bezig zijn.
Ja, hoe ziet dan die toekomst eruit? Dat is Society 4.0. Ja, dan komen we toch weer terug bij wat ik hier al voor zei. Het is iedere keer weer twee verschillende maatschappijbeelden, top-down en bottom-up. Zo is het eigenlijk altijd gegaan. In het initiële tijdperk zijn wij een beetje, ja, is de overheid en bedrijven en de burgers zijn een beetje van elkaar afgedreven. Niet waar? We hebben wel een soort van democratie gehad of zo. Gekregen. Maar ja, weet je, vroeger werd onderwijs en gezondheidszorg werd door burgers gedaan. Dat is nu allemaal overheid geworden. In de Republiek was de overheid 10%. Het is nu meer dan 65%. Dus dat maakt dat het een hele aparte factor is geworden die heel ver van de burgers afstaan. Hetzelfde geldt voor bedrijven. Die bedrijven die zijn zo groot geworden, ik weet niet of je dat door hebt, maar die zijn groter dan landen. Ja, dat is een hele belangrijke factor. Kijk, hiervoor was het zo, als je als bedrijf zaak wilde doen in een land, dan moest je aanpassen aan de wet van het land. Bijvoorbeeld, vrijheid van meningsuiting. Nou, daar hebben die bedrijven echt maling aan. Want die bedrijven zijn groter dan landen. Die zeggen van, ja, ik ga een beetje aanpassen aan België. Ben je gek geworden? Dus je moet bij een kruisje tekenen en vanaf dat moment heb je geen vrijheid van meningsuiting meer. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus op wereldschaal heb je dus een aantal hele grote bedrijven. Ja, dit zijn geen democratieën. Die zijn groter dan landen en die willen daar zeg maar de wil op gaan opleggen. En wat ook heel belangrijk is, en heel veel mensen realiseren dat niet, maar de grote vraagstukken op de wereld, daar zijn NGO's voor. Non-Governmental Organization, Verenigde Naties. Het aantal is toegenomen binnen 100 jaar van 400 naar 40.000. Ik weet niet of je dat weet. 40.000 NGO's. Ja, of het nou over gezondheid gaat, of energie, of mensenrechten, bedenk het maar. 40.000 NGO's, die houden zich bezig met allerlei vraagstukken. Nou, met NGO's is net als met mensen, de meeste deugen. Maar ja, niet allemaal. En het is met name natuurlijk op het moment dat je een niet-democratische context hebt. Op wereldschaal is er geen democratie. Je hebt bedrijven, NGO's, Verenigde Naties. Je hebt nog een aantal charitatieve idioten. Dat is geen democratie. Dus we hebben verzuimd de afgelopen 50 jaar om een democratie te gaan ontwerpen op wereldschaal. Die is er gewoon niet. Dus er zijn er op wereldschaal, zijn er partijen die zijn heel erg machtig, maar niet democratisch. Er zijn een aantal partijen die zijn heel erg rijk, maar niet democratisch. Ja, en die zeggen, joh, weet je wat we gaan doen? We gaan weer hetzelfde doen wat Plato heeft gezegd. Want laten wij nou de besluiten gaan nemen, want wij zijn geletterd, wij hebben geld en wij hebben macht. En die andere mensen moeten maar luisteren. Dus gewoon Society 1.0 gewoon weer, alleen nu op wereldschaal. Nou ja, dat is één optie. En ik moet heel eerlijk zeggen, als je kijkt naar de macht van die technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en big data en zo. Nou, je kunt het zien hoe het in China gaat, hè, met zo'n citizen score. Die technologieën geven meer dan ooit hiervoor in de geschiedenis de mogelijkheid om de macht bij een kleine elite neer te leggen. En zij vinden dat een ondersteuning. Ze willen helemaal erop om de mensen onder controle te krijgen, om die technologieën te gebruiken, om controle te gebruiken. En weer een soort aristocratische feodale samenleving te gaan maken. Dat is wat de agenda is die erachter zit. En als je die agenda wil uitrollen, ja, dan ga je dus allerlei dingen bedenken om mensen zover te krijgen. En de beste manier om dat te krijgen is mensen bang maken. Ja, dat is ook een klassieker. Ja, als je heel veel mensen bang maakt door allerlei dingen, ja, dan gaan heel veel mensen gaan volgen. En wat ook helpt, is allemaal domme dingen doen. Ja, ik bedoel, als er een gevaarlijk virus was geweest en de minister-president had logische dingen gedaan, ja, dan had iedereen achter de minister-president gestaan. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Want het hele idee, dat noemen ze verdeel en heers. Dat is een hele bekende strategie om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt. Ja, dus dat alles wat er gebeurt op gezondheidszorg is onderdeel van een groter plan. Zo moet het een beetje zien. Nou, ze zijn er vol mee bezig. 2030 is belangrijk, heb ik net al gezegd. Waarom? Dat is het moment waarop de experts verwachten dat kunstmatige intelligentie de mens voorbij gaat. En dan is de mens dus niet meer de intelligentste dier op aarde. Zo moet je het zien. Dan is er kunstmatig leven, dan zijn de cyborgs, die hebben een IQ van 300. En dan is het dus belangrijk, wie neemt die besluiten? Wie gaat er nou besluiten wat je daarmee gaat doen? Nou, zegt die elite, dat gaan wij doen. Wij bepalen wat we ermee gaan doen. En je snapt het wel, dan gaan we weer gebruiken om meer controle te hebben. Dus die zijn helemaal uitrollen aan die agenda. Wat wij hebben gedaan, is een alternatief maken, ook weer een klassieker, maar meer van bottom-up. Wat ik al zei, in het initiële tijdperk is de afstand tussen burgers en overheid en bedrijven toegenomen. En eigenlijk is de eerste basis van, ja, we gaan weer terug naar een burgersamenleving. Kijk, het leuke namelijk van die technologie is namelijk, je kunt er dan niet alleen maar meer controle door krijgen, maar ook meer autonomie. Je kunt ook meer soeverein worden.
Hè, want die grote massaproductie is niet meer nodig. Met technologie als blockchain en de robotica en 3D-printing. Eigenlijk de meeste dingen die we nodig hebben, die hoeven niet meer in massa te gaan produceren. Die kunnen gewoon in de regio gaan doen. Dus de basis van de visie van ons is, we gaan weer terug naar de maatschappij bij de burgers en voor de burgers en met de burgers. En dat is op regionaal niveau. Dat is net groot genoeg om schaalvoordelen te hebben. Hè, bijvoorbeeld als je eigen energie wil maken of een decentraal internet wil bouwen. Hè, een aantal dingen heb je nodig, een beetje schaal voor nodig. Maar je zit wel bij de burgers. Dus je kunt helemaal bij de basis beginnen. En dat doe je met een directe democratie. Dat kun je ook met een blockchain gaan doen. Binnenkort komt er een artikel uit hoe we dat gaan doen. Dan begin je met een directe democratie op regionaal niveau. Waarbij je kan stemmen zowel op onderwerpen. Maar soms moet je ook mensen vertegenwoordigen. Dus maak een vertegenwoordiger van een bepaalde regio. En die vertegenwoordigers die gaan dan in een democratisch gekozen wereldparlement zitten. En dan maak je dus een wereldparlement op basis van keuzes van burgers. Dat is eigenlijk de visie die erachter zit. Dat is ook wat in de regio-gids staat. Laten we met z'n allen zelf gaan kijken van hoe we een betere samenleving gaan maken. Met onze Society 4.0 zijn er al heel veel regio's zijn al bij ons aangesloten. En dat zijn bijvoorbeeld Friesland en de Betuwe en de Westland en heel veel andere, Midden-Brabant. We zijn ook met een aantal gebieden in België ook bezig. En wat je eigenlijk zegt is van de mensen bepalen zelf wat een regio is. Ik zou je een voorbeeld geven. Een van die regio's die bij ons gelijk snapte waar we het over hadden, was Friesland. Ja, Friesland heeft al heel lang een eigen cultuur, eigen geschiedenis. Ze hebben zelfs een eigen taal. Weet je wel, ze vinden zichzelf echt niet Nederland hoor. Die vinden zich echt een regio. Nou, en zo zag ik dus dat heel veel regio's, die hebben gewoon een historie. Die hebben hun eigen identiteit. En die zeggen van, we gaan het zelf oppakken. Betuwe is ook zo'n voorbeeld. Ja, wij zijn er gewoon de Betuwe. Dat is een bepaalde cultuur. Zeeuws-Vlaanderen, ook zo'n mooi voorbeeld. Was wel leuk, ik gaf daar een presentatie. Ik zeg, wat zijn jullie dan? Ja, wij zijn smokkelaars. Oké, bedankt. Maar dat gaf dus aan dat zij wisten dus heel goed wat die regio nou eigenlijk was. Nou, dus we gaan gewoon zelf zeggen, maak zelf een regio. En wij gaan het ondersteunen met kennis vanuit onze coöperatie. Om ze te helpen met kennis over energie en water en decentraal internet en blockchain technologie en robotica en zo. En directe democratie. Nou, en zo proberen we die regio's te ondersteunen. Als ik nu zie hoeveel regio's zich aansluiten, hoeveel aandacht er is voor wat we aan het doen zijn, dan denk je, nou, volgens mij zijn we op de goede weg. Er gaat een moment komen dat, ja, dan moeten we toch weer een plakkaat van verlatingen gaan uitroepen. 26 juli, dus over 3 dagen, heb ik een speech, de vrijheidsspeech in Nederland. En die heet ook plakkaten van verlatingen 4.0. Wat op het moment gaat een keer komen. En dan hebben we mensen nodig zoals jullie. Die zeggen van, nou, we gaan ervoor staan. Wij doen het niet voor onszelf, maar met name ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat is veel belangrijker dan overleven op dit moment. En als we dat met heel veel regels gaan doen, in Nederland, ook in België en daarbuiten, dan zul je zien, dan maken wij gewoon met z'n allen een betere wereld. Dankjewel. We hebben eventjes tijd voor vragen. Mochten er suggesties zijn of dergelijke, dan stel ik voor dat de persoon even naar voren komt en de vraag stelt aan professor De Wit. En als er geen vragen zijn, professor De Wit, dan bent u heel erg duidelijk geweest. Kijk. Heel erg duidelijk. Als er geen vragen zijn, bent u meestal heel erg duidelijk geweest. Ja, kijk een vraag. Even weer gevallen. U had uiteraard, dank u wel in ieder geval voor een heel mooie uitleg. Ik loop vaak in Den Haag langs de plek waar de gebroeders Wit opgehangen zijn. En dan sta ik altijd stil en denk, jeetje, dat waren grote jongens. Ja. Maar u had het over de eerste keer, toen de tweede keer, dat er een grote verandering was. Maar ik heb altijd begrepen dat er in 1666 ook een hele grote verandering was. Want u heeft het even genoemd, dat het maritiem recht het overnam, de handelsrecht. Ja. Op dat moment zijn we onze soevereiniteit, hè, of ik noem het liever autonomiteit, want dat is niet politiek, kwijtgeraakt. En nu is Nederland een bedrijf en zijn de meeste mensen onwetend eigendom daarvan. Ik zelf heb een grote groep en ik organiseer lezingen over autonomiteit. Mooi. Is het mogelijk dat aansluit bij wat u aan het doen bent met 4.0? Want een van de dingen wat mensen niet weten is hoe ongelooflijk veel recht en vrijheid ze eigenlijk hebben. Ja.
En, en ik ben niet voor zozeer voor soevereiniteit, omdat het, ik heb niks met politiek te maken, maar wel met het recht hebben op je eigen bestaan, op het gebruik van je eigen land, op het gebruik van de coöperatie. Kan je daar iets over zeggen? Ja, daar wil ik wel iets over zeggen. Het is inderdaad een hele belangrijk ding geweest in de geschiedenis, dat klopt inderdaad. En dat had te maken met de manier van denken ook in zeg maar die eerste 3000 jaar in het feodale tijdperk. Het was namelijk zo dat mensen zeiden van de koning is een plaatsvervanger van God. Hè, dus ze moeten altijd naar de koning luisteren. Maar er werd er ook een uitzondering gemaakt. En dat is die koning die is wel namens God om de mensen te beschermen. En als hij dat niet doet, maar eigenlijk meer voor zijn eigen gewin is, dan is het geen koning, maar is een tiran. En dan hebben mensen het recht om zich autonoom te gaan verklaren. Nou, dat is een aantal keren terugkomen tot Thomas van Aquino toe. Hè. Dus een aantal van die mensen die hebben die redenering gevolgd. En eigenlijk was het plakkaat van verlating was eigenlijk maar een klein stapje. Hè, je mocht wel autonoom zijn, maar daarmee zeg ik de koning ga maar weg. Dat was een klein stapje, maar wel heel belangrijk. Want dat was de autonomiteit van Nederland. Of de Republiek de Nederlanden later. Die redeningen later ook nog een aantal keren gevolgd. Inderdaad, rond 1666 is nog een keer gevolgd. Want bijvoorbeeld de bestorming van de Bastille, de Franse Revolutie, is eigenlijk gebaseerd op hetzelfde geweest. Dat was in die tijd. Dus als je een samenleving hebt, heb je altijd van die onrustige periode. En in aandeel van die onrustige periode komen steeds dezelfde thema's weer terug. Dus de soevereiniteit van het volk, die is er gewoon. Wat je noemt, dat klopt inderdaad. Dus, en dat is met name in de jaren 30 gebeurd, van de vorige eeuw. Toen waren heel veel landen waren failliet, de facto. En toen zijn een aantal bankiers, die je zelf ook al kan bedenken, die zeiden van, we redden je wel. Maar dan moet je ervoor zorgen dat als er een burger geboren wordt, ik weet niet hoe het in België zit, maar zo gaat het in Nederland in ieder geval. Als je als burger geboren wordt, krijg je eigenlijk twee identiteiten. Eén als lichaam en eentje zeg maar als een natuurlijk persoon. Hè, dat is dan een rechtspersoon. En vanaf dat moment ben je in een rechtspersoon. En dan is alle toekomstige inkomsten is onderpand zeg maar voor het aflossen van die lening. Dus eigenlijk ben je al niet meer vrij. Maar ja, ik durf wel te zeggen dat dat kunnen ze nou wel zeggen. Maar mensen die snappen dat niet. Maar in feite kunnen we ons weer autonoom verklaren. Want die redenering hebben we al vanaf de 12e eeuw hebben we dat gevoerd. Als wij vinden dat wat er in Den Haag gebeurt of in Brussel gebeurt, als dat niet is in het belang van het volk, dan heeft het volk het natuurrecht om zich autonoom en soeverein te verklaren. En dat is een wet die staat op het niveau boven de mens, namelijk goddelijk niveau. Dus daar kunnen juristen helemaal niks over zeggen. Waar je alleen voor moet zorgen is dat je ook je bescherming op orde hebt, je verdediging op orde. En want we hebben nu een staat met een monopolie op het machtsmonopolie, of het geweldsmonopolie. En overigens kan ik u vertellen dat wat je in heel Nederland en waarschijnlijk in België ook ziet, is dat politiemensen, legermensen, marechaussee-mensen en zo, dat zijn niet alleen maar overheidsdienaren, het zijn ook vaders en moeders en opa's en oma's. En dan kan je vertellen dat ook daar een groot deel van de mensen niet weten welke kant ze op gaan. Dus op enig moment kunnen wij gewoon zeggen tegen die gasten, nou, hartstikke leuk dat je rijk en machtig bent en zo. Veel plezier met je geld en met je macht, maar we gaan het lekker zelf doen. En dat gaat toch gebeuren. Ja, mooi. Dank u wel. En die macht hebben we. Ja. Door God gegeven. Precies. Ja, democratie volgens mij heeft dat nooit gewerkt en dat zal ook nooit niet werken. Je ziet, democratie is altijd in tandem geweest met centraal bankieren. Als jij bijvoorbeeld de media in een bepaalde omgeving domineert, doordat je alle kranten hebt gekocht, kun je makkelijk de verkiezingen manipuleren, omdat je de algemene opinie kunt manipuleren. En daarom zie ik echt niet in... daardoor is er altijd oligarchie geweest en die zal er... Ja, zal die er zijn? Dat zal blijven werken doordat dat systeem zelf crasht. Ja. Maar, en wat is het alternatief? Maar als je bijvoorbeeld, zoals u voorstelt, een rechtspersoon of een organisatie gaat oprichten, dan gaat jij die oppositie centraliseren en dan gaat jij het systeem eigenlijk een heel handige attackvector geven om je oppositie te vernietigen. Want wat zien we? Wat zien we bijvoorbeeld met de boeren in Nederland? Die hebben heel hun leven lang volgens de regeltjes gespeeld, alles gevolgd. En de oligarchie beslist, de voedselproductie moet achteruitgeschreven worden. En dus wat doen ze? Ze sturen de politie naar de boeren en die worden geëlimineerd. Ja. En van zodra dat je een bepaald doel gaat worden, zet je eigenlijk kwetsbaar. Dus eigenlijk als je
wilt overleven, als je wilt een revolutie plegen, dan zult je dat decentraal moeten doen en zult je jezelf stukgewijs uit het systeem moeten trekken. En het is een heel grote fout van heel veel mensen om altijd te wachten op een ander om de juiste beslissingen te nemen. Ja. Als je oplossingen wilt, dan moet je zelf als individu al beslissen van ik stap eruit, ik doe niet meer mee. Ja. Maar dat is eigenlijk altijd de... Mensen zijn niet moedig genoeg om dat te doen vaak. En ik denk dat daar... Ja, ik vrees eigenlijk dat uw oplossing geen echte oplossing is. Oké, nou bedankt voor je vraag. Hele goede vraag trouwens. Want, klappen even voor hem hoor. Nee, het is een ontzettend goede vraag. Want ik vind zelf ook zeg maar het herontwerpen van democratie vind ik ook het moeilijkste onderwerp. Ik was best redelijk tevreden over mijn boek. Hè. Dat ben ik niet zo snel, maar ik vond het echt wel een goed boek geworden. Maar dat onderwerp over democratie van de toekomst, daar was ik nog niet uit. Ik heb er al een aantal dingen in gezet over de wisdom of the swarm en zo. Ik heb een blockchain technologie, ik had er iets over gezegd. Maar ik vond eigenlijk van het hele boek vond ik dat het moeilijkste onderwerp wie ik het minst goed heb uitgewerkt. Dus daar ben ik later op doorgegaan en de komende weken probeer ik dat artikel af te maken. Want hoe ga je dat nou eigenlijk doen? Overigens, je gooit, als ik dat even zo mag zeggen, even een paar dingen door elkaar. En dat is, kijk, vroeger was het zo dat je had de aristocratie had op basis van het geld en macht, hadden ze gewoon die namen het recht om mensen te onderdrukken. Wat er met name in het initiële tijdperk fout is gegaan, dat is in het begin was die balans tussen arbeid en kapitaal werkte goed. En dat was voor het opbouwen van het initiële tijdperk was het goed om te balanceren tussen arbeid en kapitaal. Maar wat er steeds meer gebeurde is de factor arbeid werd steeds minder belangrijk. En als er nou één onderdeel is van het initiële tijdperk wat gewoon echt verrot is en wat we helemaal opnieuw moeten bouwen, dan is het wel kapitalisme. Ja, en dat is al een tijdje gaande. Kijk, een heel belangrijk moment is geweest 1970. Hè, voor die tijd, en dat kwam nog uit het handelstijdperk, was het altijd zo. Geld was een middel. Ja, als ik kippen maak en jij maakt aardappelen, hè, dan moet je een of ander ruilmiddel hebben, zeg maar. En dan zeggen 1 kilo aardappelen is 1 kip plus 1 schelp of zo. En die schelp was het geld. En met die schelp kon je weer ergens anders mais kopen. Hè, dat is eigenlijk de oorsprong van geld. En dat betekent ook, in heel lang is het zo geweest, ook in de Republiek was het zo, en in het begin van het initiële tijdperk, als jij geld had, daar hoorde ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij. Dus mensen met macht en geld, die hadden verantwoordelijkheid voor de samenleving. Die moest je nemen. En als je dat niet nam, dan werd je uitgekotst. Zo was het gewoon. En dat maakte ervoor dat je toch weer een balans had tussen het publieke en, zeg maar, de winstgevendheid. En wat er nou in 1970 gebeurde, dat was, er werd vastgelegd een trend die al gaande was, maar dat artikel was heel belangrijk, van Milton Friedman. En Milton Friedman had het artikel geschreven en heeft hier al prijzen mee gewonnen en zo. De enige verantwoordelijkheid van de aandeelhouder is om veel mogelijk geld te verdienen. Dat heette het shareholder capitalism. En vanaf dat moment waren er een aantal partijen zeggen van nou, de enige verantwoordelijkheid die ik heb om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dat wordt ook al neoliberalisme genoemd. Hè, of in Engeland trickle-down economics. Hè, als de rijken het maar goed hebben, dat trickles down in the economy. He, dat was de redenering. Maar vanaf dat moment werden de aandeelhouders, die voelden zich niet verantwoordelijk voor wat er in de maatschappij gebeurde. En die gingen alles omzetten in geld. Nou, en wat je dan bijvoorbeeld zag, nou, in dat, waar we het vandaag over gaan hebben. Dus een bekende producent van geneesmiddelen, mag ik het zo formuleren. Die had gezegd van nou, we hebben een goed jaar gedraaid. Want we hebben namelijk 20 miljard extra verdiend. We hebben 5 miljard neergezegd voor de schade die we hebben veroorzaakt. Dus netto hebben we 15 miljard verdiend. Dames en heren, feestje, we hebben het goed gedaan. Dat betekent dus dat die 5 miljard, ja, dat is een geld geworden, dat is een getal geworden. En dat staat, en als je weet wat voor leed erachter zit, dat is natuurlijk ongelooflijk. En dat nemen ze niet mee. Ze vinden dat niet belangrijk. Dus dat is een heel belangrijk ding. En vanaf dat moment heb je dus inderdaad van die dingen gekregen. Ze hebben gewoon alles gedaan. Ze kopen de media om, ze kopen universiteiten om. Ze doen alles als het maar geld oplevert. Dat is eigenlijk wat erachter zit. Dus als je nou weer teruggaat, en dan is het nog steeds moeilijk om een nieuwe maatschappij te maken. Hè, maar ik probeer even aan te geven wat de redenen daarvoor zijn dat het zo gekomen is. Dan moet je eigenlijk weer teruggaan naar de basis. Je moet geld weer terugbrengen naar dat wat het is, namelijk een ruilmiddel en geen machtsmiddel meer. Een middel, geen doel. En we moeten weer teruggaan naar de menselijke maat. Waarbij we inderdaad, zoals je zegt, moeten we goed oppassen. Want niet altijd zijn mensen geschikt om besluiten te nemen. Nou, wat we nou gedaan hebben,
waar ik mee bezig ben, is helemaal opnieuw nadenken. Het huidige democratiesysteem is gewoon verrot, werkt niet meer. Je gaat weer helemaal terug naar de basis. En dat is eigenlijk wel wat we noemen de wisdom of the crowd, hè, of de wijsheid van de zwerm, zo je wil. En wat je kunt doen, is als je namelijk een onderwerp doet, zeg maar op het niveau van een regio is, waar mensen ook weten wat dat betekent, en ze hebben er ook echt belang bij, dan is het veel makkelijker om mensen te betrekken. En dan krijgen ze ook veel betere stemmen. Dan nog kun je weer een aantal tools gebruiken. Dat heet quadrupling voting. Dat je niet allemaal ja of nee zegt, maar je mag een rijtje doen. En ga je dan met technologie ga je verwerken. Dan krijg je uiteindelijk de meest wijze besluit krijg je eruit. Dan ga je dus voor onderwerpen kiezen in een regio. In je eigen regio waar je woont. En vervolgens wat je dan gaat doen, is dan op mensen stemmen die jouw regio gaat vertegenwoordigen. He, dus bijvoorbeeld in Europees niveau, op wereldschaal. Dan zijn de mensen die moeten zich helemaal bewijzen dat ze deugen. Hè? En dan kun je eigenlijk al die technologie gebruiken om te zeggen, nou, als je zo graag de groep wil vertegenwoordigen, nou, dan moet je maar laten zien dat je deugt. Ja, dan moet je onbesproken zijn, dan moet je eerlijk zijn, transparant zijn, bla bla bla. En dan pas mag je gekozen worden. En als er dan iemand is die jouw regio vertegenwoordigt, dan ben je eigenlijk veel minder kwetsbaar voor dit soort factoren. Ik zeg niet dat het ideaal is. Want ik snap je punt heel erg goed, hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar ik ben wel aan het nadenken over die nieuwe vorm van democratie. Met gebruik van technologie, met gebruik van de ervaring die we hebben. En zo een hele nieuwe democratie maken. En dan, ja, ik kan het ook wel een keer delen als je dat wil. Dan kun je er naar kijken. Ik ben heel benieuwd naar je feedback, want daar word ik alleen maar beter van. Dus, maar... Ja. Ja. Ja, nou. Ja. Nee, ik snap wat je zegt. Even om de vraag te herhalen. Ik zit in het verenigingsleven. Je hebt ook een directe vorm van democratie, maar dat werkt ook niet. Want daar heb ik veel ervaring mee gehad. En dat klopt ook inderdaad. Maar je moet zich één ding goed realiseren. Kijk, wat mijn vak is en wat de meeste mensen heel moeilijk vinden, is om een toekomstsituatie voor te stellen die er nog niet is. Dus als je nu kijkt wat er gedaan wordt om directe democratie te gaan doen, dan wordt er altijd binnen het bestaande systeem worden dingen een beetje getweakt en verbeterd. Ja, je hebt bijvoorbeeld in de vereniging bijvoorbeeld consentmethode. Ja, we moeten beter gaan besluiten. Dan krijg je dus een methode op basis van het oude systeem. Dus je gaat het oude systeem een beetje tweaken, maar je laat de basis hetzelfde. En wat wij eigenlijk doen, wat we proberen te doen, is helemaal opnieuw beginnen. Weet je wel? Je neemt alles mee, alle ervaring neem je mee en die technologie neem je mee. Je gaat helemaal met een blanco vel papier, ga je opnieuw dat doen. En dat is eigenlijk waar ik mee bezig ben. Okay. Dat is het beste wat ik kan doen. Ja, persoonlijk geloof ik meer in een verlicht despotisme. En ik ga ervan gebruik maken om de laatste vraag te laten komen, want daarna gaan we aperitieven. Dankjewel, Jannik, voor je bijdrage. Ja. Ja, het sluit eigenlijk een beetje aan op wat hij juist al zei, hè, want je zegt regionaal, hè, je hebt Friesland, de Betuwe, je hebt Zeeuws-Vlaanderen, maar wat doen we met België? We zijn niet zo heel groot. Hè. Mijn zus zegt, we bouwen samen een nieuwe samenleving. Zij wonen in Kortrijk, wij wonen tegen Breda bijna aan. Dat is een hele grote regio als we dat willen gaan doen. Ja. Dus hoe moeten we dat hier in België dan gaan zien, regionaal? Want ik denk dat hier mensen zitten van over heel België. Dus we zijn allemaal hele kleine regiootjes. Ja. En ik wou toch nog even zeggen, wij proberen te spreken over voordenken in plaats van nadenken, want we komen achterna. Heel goed, dankjewel. Ja, ook weer een hele goede vraag. Kijk, eigenlijk is onze filosofie, wij gaan niet met een potlood gaan wij lijntjes trekken, dit is een regio, hè, dat is wat de overheid altijd doet, maar wij willen het gewoon aan de mensen zelf overlaten. Dus wat hoort nou bij jouw regio? Welke geschiedenis heb je? Wat heb je met elkaar gemeen? En daarom geef ik het voorbeeld van Friesland, voor hun was duidelijk. Maar ik heb wel andere voorbeelden gezien, dan was het veel moeilijker. Bijvoorbeeld rond Dordrecht had je dus een aantal van die gemeenten die zaten eromheen. Die vonden zichzelf een regio. Alleen Dordrecht die ligt midden in die regio, die vond zich wat anders. En ik heb ook wel eens een keer een verhaal gehouden en ze hadden ze een regio Oost-Scheveningen gemaakt. Ja? Ik denk dat het een onderdeel van het leerproces is, hè, om te zeggen, joh, wat vind je nou eigenlijk, hè, wat hoort nou bij elkaar? En dan zie je dus nu al dat bepaalde subregio's, die zijn nu al aan het samenwerken en die maken samen een regio. Het is een beetje een ontdekkingstocht wat dat precies is. Hoe dat, nou, wat ik al zei, Zeeuws-Vlaanderen die wil samenwerken met de Belgisch-Vlaanderen. Die vinden ze zelf een regio. Vlaams-Vlaanderen. Heet dat zo, Vlaams-Vlaanderen? Ja.
Oké, okay, zwaar. Nee? Zeg ik weer wat doms, ja? Ja, België is een beetje moeilijk. Oké, okay, nou. Maar goed, ik begrijp wel daar. Hè? Dus daar. Weet je wel, met al die smokkelaars dus. Hè? Ja. Dus je ziet al dat de landsgrenzen die worden overschreden. Nou, dat is meer van begin gewoon. Die zou mij aanraden zijn. Kijk wat het is. Je hebt een zekere schaal nodig voor decentraal internet maken, voor energie en water en directe democratie. En kijk dan hoe je het gaat doen. Ja, er zijn ondertussen al, eigenlijk als Hans Blankaert bijvoorbeeld, een stuk grond gekocht in Afrika en we vertrekken allemaal naar daar, iedereen dat mee. Ja. Maar dat is niet realistisch. Als je in het mooiste plekje van Minderhout mocht wonen, dan denkt je niet na om dat... Dat is wat ze zeggen, hè. Dat is wat ze zeggen. Ja. Dag Hans. Vanaf vertrek jij maar naar Afrika, wij gaan mee. Nee, maar wij wonen in het mooiste plekje van Minderhout. Ik wil daar niet weg, maar ik wil wel het regionaal verhaal mee doen. En dan denk ik van, ja, hoe moeten we dat proberen te visualiseren? Daar heb ik nog zo'n zwart gat. Nou ja, kijk, wat wij proberen te doen, is heel veel kennis die er in de regio's zijn, om die te mobiliseren. Hè. Dus één of twee keer per jaar hebben we ook een regiodag. Er komen alle regio's bij elkaar. We hebben ook sessies dat we dat gaan doen. En dan zijn er ook mensen die zeggen van ja, we zijn bezig met het opbouwen van een nieuwe regio. Die koppelen dan met regio's die wat verder zijn. En zo ga je jezelf vormen en dan blijkt dan wat de regio is. Maar het is echt een ontwikkeling. En overigens, we hebben inderdaad ook een aantal Nederlanders en Belgen en zo. Die zijn naar Spanje toe gegaan en naar Portugal toe gegaan. En die zijn daar ook regio's aan het maken. Dus daar zitten we ook al. Ja. Ik heb het natuurlijk met mijn vrouw ook al over gehad. Toen in 2020 wist ik wel wat er ging gebeuren. En ik heb toen met mijn dochter en mijn vrouw over gehad, wat ga ik nou doen? Ik bedoel, als wij naar het buitenland gaan en zo, dan kan ik daar een beetje lopen roeptoeteren. Dat is lekker veilig. En als ik op de zeepkist ga staan, dan kan ik veel meer bereiken. Maar het kan ook gevaarlijk zijn. Dat is het ook. En ik heb toen gezegd van, wat vind je ervan? Ze zei van, nou, je moet het gewoon doen. Dus vanaf dat moment ben ik op de zeepkist gaan staan. En de dingen te doen die ik hier heb en zo. En dan hopen we dat het over de wereld gaat. Ja. Mijn belangrijkste boodschap van vandaag, mag ik afsluiten? Hè, daarmee, hè? Mijn belangrijkste boodschap van vandaag is, realiseer je dat dit dus een unieke tijd is waar we in leven. Kom maar eens in een paar honderd jaar voor. Dit heeft niet te maken met bepaalde mensen die iets fout doen. Dat hoort bij deze tijd. We leven tussen twee tijdperken en dan gebeurt dit altijd. Ja, en net als in de natuur. We hebben bloemetjes en bijtjes nodig en zo om nieuwe boompjes te maken. En dat vinden we allemaal leuke diertjes. Maar als die boom dood is en hij valt om en die moet opgegeten worden. Ja, dan heb je niks aan bloemetjes en bijtjes. Dan heb je torren en kakkerlakken nodig. En op dit moment zijn de mensen die proberen misbruik te maken, zijn de torren en de kakkerlakken. Dat is gewoon een natuurwet. Dus accepteer nou dat dit is hoe het gaat. Dit is gewoon een autonome natuurlijke ontwikkeling. Die oude wereld moet afgebroken worden. Daar heb je bepaalde soorten diersoorten voor nodig. En die trekken er ook vanzelf aan. En je hebt ook mensen nodig die iets nieuws bouwen. En dat zijn wij dan. Zie het niet als een gezondheidscrisis. Want het is maar een onderdeel van het grote probleem. Er zijn heel veel grotere problemen. En bereid je ervoor dat het nog 4 jaar duurt. En dan wordt het weer beter. Dankjewel. Hartelijk dank. Hartelijk dank, professor De Wit.